Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Marielle en ik maak video's over bewust leven van binnen en van buiten. En in deze video wil ik je graag meer vertellen over het innerlijke kind. Ik ben zelf jaren geleden begonnen met het lezen van persoonlijke ontwikkelingboeken en ik kwam daarin steeds vaker de term innerlijke kind tegen. Ik ben me daar ook echt in gaan verdiepen, want het sprak me eigenlijk van begin af aan al direct aan. Je ziet vaak in persoonlijke ontwikkeling dat het bijvoorbeeld heel erg over mindset gaat. Maar ik kwam er toch wel elke keer achter als ik erover las dat het veel dieper ook nog gaat. Dus dat er echt meer is dan natuurlijk alleen de gedachtes. Gevoelens zijn ook super belangrijk en daar ook juist komt het innerlijke kind om de hoek kijken. Wat is dan het innerlijke kind? Dat is echt de jongere zelf die je eigenlijk nog met je meedraagt. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat is gewoon een deel van jou wat nog in je zit. Zo kan je dat zien. En als je kijkt naar bepaalde situaties die we meemaken als we opgroeien, waarin we nog afhankelijk zijn van anderen. Hè, dat je echt voor je overleving echt afhankelijk bent van je ouders bijvoorbeeld. Dan ben je ook heel erg open om geprogrammeerd te worden. En dat wat je meemaakt, maakt een diepe imprint op jou, wat je eigenlijk de rest van je leven mee kan nemen. Tenzij je daarnaar kijkt en gaat zien van hé, dit is er gebeurd of hier zit ik mee en dat je dat kan gaan helen. En om dat dan gelijk toe te lichten, hoeft het dus niet zo te zijn dat je een hele heftige jeugd hebt gehad of een hele heftige gebeurtenis mee hebt gemaakt. Het kan juist ook gaan om hele kleine subtiele dingetjes die gewoon altijd hebben gespeeld. Waardoor je op die manier ook geprogrammeerd bent op wat normaal is en welke overtuigingen je daardoor hebt gekregen. En het kan ook zo zijn dat het dus niet eens zozeer gaat om iets wat gebeurd is, maar juist om iets wat je gemist hebt. Denk aan bevestiging, gewoon de gezonde bevestiging of liefde of steun. Als kind zijn we vaak nog heel goed in voelen, maar wordt dat niet altijd gesupport in de omgeving. Eigenlijk zijn kinderen heel puur, ze laten het gewoon zien als ze boos zijn. Maar ja, hoe reageert de ouder of de omgeving daarop? En daar kun je dus al pijnen aan opslaan eigenlijk, omdat het er niet uit mag. Je kan het niet laten zien. En dat kan ook overtuigingen geven. En zo zijn dus een aantal voorbeelden van innerlijke kindpijn. Dat misschien je ouders gaan scheiden en jij denkt dat dat jouw schuld is. Dat kun je als jong kind echt bedenken. Of dat je bijvoorbeeld als meisje niet boos mag zijn. En zo zijn er een heleboel patronen die er eigenlijk op die manier insluipen. En door die pijnen die eigenlijk binnen blijven zitten, zijn er ook triggers. Dus van buiten hoeft er maar iets te gebeuren en word je dan flink geraakt in zo'n thema. En dat brengt dus ook overlevingsmechanismes met zich mee. Want je bent eigenlijk niet gewend om dat te voelen. Het zit er wel, maar je kan er niet bij of je wil er niet bij. Het was toen al veel te heftig om te voelen toen je zo klein was. En daar ontstaan dus overlevingspatronen uit. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je als meisje dus hebt geleerd, je mag niet boos zijn. Of als man hebt geleerd, ik mag niet verdrietig zijn, want dat is zwak. Dat je dus heel erg hard wordt. Dat je gewoon een masker gaat dragen. Dat je nooit verdriet zal tonen. Dat je dus heel sterk over gaat komen. Of dat je juist als meisje heel erg gaat pleasen. Omdat je absoluut geen grenzen aan durft te geven. Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is dat het jou altijd op die manier ook gediend heeft. Dus dat overlevingsmechanisme heeft ervoor gezorgd dat jij dat gevoel niet meer hoefde te voelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook weg is. En inmiddels kun je misschien merken dat het niet heel handig is dat je dat allemaal nog met je meedraagt. Of dat overtuigingen je gaan tegenhouden. Of dat je heel vaak getriggerd wordt door iets of door iemand. En dan zijn dat tekenen dat je er nu aan mag gaan werken. Hoe kan je dat bijvoorbeeld merken? Dat is vaak als bijvoorbeeld volwassenen ruzie hebben en het er net uitziet alsof het twee kinderen zijn die aan het vechten zijn. Dan is het eigenlijk het ene innerlijke kind tegen het andere innerlijke kind die een soort strijd hebben. Dus mensen die vaak veel heftiger reageren dan normaal is voor de situatie. Dat zou een indicatie kunnen zijn dat er echt iets onder zit. Om dat te helen is het heel mooi om weer te verbinden met je innerlijke kind. En dat is niet alleen belangrijk om bijvoorbeeld die pijnen die je nog van binnen hebt zitten te helen. Maar juist ook om weer contact te maken met waar je altijd heel blij van werd als kind. En misschien ook wel de kwaliteiten die jij als kind al liet zien. Dus het is niet alleen het zware, maar ook juist het mooie weer. Wat daarbij heel belangrijk is om te beseffen is dat het vaak niet zozeer in je bewuste zit, maar in je onderbewuste. Als iemand jou bijvoorbeeld afsnijdt, dan denk je, nou wat een vervelende persoon, die snijdt mij af. Maar het zou nog veel dieper kunnen zitten, namelijk dat jij het gevoel krijgt van hé, ik mag hier niet zijn of ik doe er niet toe of mensen zien mij niet. Dat is dan het dieper liggen wat eronder zit. Dus als je echt wilt helen en dus ook buiten de mindset positiever kunnen denken, dan is het ook heel belangrijk om juist dit aspect mee te pakken. Wat al kan helpen is dus bewuster gaan kijken naar de dingen die je triggeren. En daarbij is het vaak ook belangrijk om gewoon meer rust te nemen. Want als je heel veel pijn in je hebt zitten, dan is er misschien ook wel een overlevingspatroon dat jou altijd maar bezighoudt. Waardoor je ook eigenlijk nooit naar binnen kunt keren en daarbij stil kunt staan.
Dus vaker alleen zijn is daarbij ook een mooie. En ook gewoon daarover in gesprek gaan is natuurlijk ook prima. En het kan ook helpen om daarover te schrijven. Mocht je daar begeleiding bij willen, ben je bij mij ook zeker welkom. Ik heb hier een hele sterke passie voor, omdat ik gewoon bij zoveel dingen zie, na jaren coachen, daar zit innerlijke kindpijn onder. En in mijn begeleiding zorg ik dus ook dat we daar aandacht aan besteden, dat je daar weer een verbinding mee kan maken, triggers kan aankijken, pijnen kan helen en dus ook heel veel kan loslaten, waardoor je ook een stuk lichter verder kan leven. En op het moment dat je dat doet, kan je ook weer als een volwassene reageren in plaats van een soort kindreactie krijgen. Dus het is ook voor dat betreft heel belangrijk in je ontwikkeling. Mocht je daar meer over willen lezen, check even de beschrijving voor het guidance traject. Daar lees je er meer over en dan ben je altijd welkom om een gratis kennismaking aan te vragen. Ik hoop dat je met deze video in ieder geval al wat meer uitleg hebt over wat het nou eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is om er wat mee te gaan doen. En dankjewel voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik je bij een volgende. Doei doei!